Allee, kijk, het is van België. Naar Fireworks Belgium. We zijn bij Fireworks Belgium. Koetje hier. We zijn al een tijdje aan het lopen. Meneer heeft een fantastische plek waar we kunnen afsteken. Waar we niet gestoord gaan worden. Nou, ik ben al back off. Ik moet er nog aan beginnen. Dus ja, ga met ons mee. We hebben van alles bij ons. Ga in zijn rugzak. Laten we jullie daar ook wel even zien. Maar eerst even een mooie stoklocatie opzoeken. Dat is Horace S. Color. Dus deze heeft kleuren. Rood, blauw en groen. En niet de originele Horace S. met ja, krekkeling, zeg maar. Of een fonteintje. Dit zijn gewoon pre-burners in de vorm van een vlam. Dus we gaan deze even afsteken met jullie samen. Voordat we dat gaan doen, zien we dat er 50 grammetjes in zitten. Hij is gemaakt in Italië. En de producent is Esti Illustique. Of maar dan op zijn goed Italiaans. Nieuw op de markt, dames en heren. Van Original Cherry Brand. De Butterfly Crackers. Kijk eens hoe mooi. 10 supermarktjes in een doosje. Die gaan we even de fik insteken. Alligator 3. Een soort gelijk als de Cobra 6, alleen met een groene vlam ervoor. Mooie dikke staven. 55 gram netto exclusief. Flash 30 gram. Dus gelijk aan de Cobra 6, alleen deze heeft dan een groene preber. Nou, we gaan ze gewoon afgooien. Caramella 3. Gaan we als eerst 2 stuks doen. Daarna doen we 5, dat is deze. En dan eindelijk eindigen we met de 6. Zo, we zijn op locatie aangekomen. We hebben hier wat leuke knallers liggen. Zoals de Cobra 8. Horror 6, die jullie juist al zagen. De nieuwe Alligators. We hebben nog een Atomic 7. Nog wat Alligators, torpedo's. Nog wel leuk, even leuk stoken, caramellas. En dan hier de Nibbelschlag. Daar gaan ze, jongens. Ja? Yes. Holy fuck. Goed, dicht. Doe stuk voor stuk, hè? Yes. Oh, yes. Dat is een rode. Ja. Cobra 8je. Moet ik die gooien? Ja, als je wilt. Gooi die wel echt ver. Hè? En die had het dubbele van die andere. Ja, doe het gek. Wat hebben we nog meer? Caramella. Caramellas. Caramellas. Dat is wel lekker, hè? Caramellas. Caramellas.
Caravan LSS. Atomic 7. Atomic 7. Atomic 7. Atomic. Hola, hola. La chica. Wat een rook, man. Doe je bijna op? Ja, deze nog. Hier gaan ze. Oh, zes. De blue one. En de green one. En de white one. Fuck man, ik ben helemaal aan het zweten, joh. Ja. Heb je geiter? Groene, alligator. Yes. Bom. Boom. Bam. Nog eentje. Ja. Stop maken die handen. Als thumbnail. Pas op, die liggen naast elkaar. Wat mooi. Nee, mijn oren zijn dood, joh. Het is in een sterven, ga ik die ganze doos doen. Hoppa. Nee. Nee, ja, dat is pas stoken, man. Ik ga weg hier. Sorry. De mensen denken gewoon dat ze met een fucking shotgun hier aan het schieten zijn. We gaan er niks meer, toch? Nee, nog kleins. Minder? Nee, afsteken. Niks. Torpedo! Kijk wat een rook, man. Dat is niet normaal. Het is precies een sneeuw in mijn lens. Ruben, je bent echt helemaal gek. Oh, die gaat uit. Ja, is jammer. Jammer. Zonde. Zou het massa-explosief zijn? Geen idee. Probeer het. Yes. Ja, dus. Deze ging echt wel snel af, hè? Ja, ik ook. Dat is ook al eens explosief, hè? Testen? Waar hierna, want hiervoor was die spinning crackers en net de torpedo's. Ja. Ja? Yes. Eén keer gedaan. Torpedo's. Ja, ja, ze zijn toch weg. Dat is een leuke. Dat was hem? Ja, ja, die funkelsla. Ja, dat zijn de funkelsla, ja, in het donker, ja. Dat is hier gewoon in het land, hier. Hier
roken. We gaan best snel af. En dan zie ik maar weinig dat hij rookt. Mm-hmm. Groene rook van. Dat was hem? Die was hem. Zo, lekker gestookt. We gaan terug naar huis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.